Meneer de winnaars van vandaag, Ernie van der Vijver, tweede plaats Remy Dijkstra en Paul Bloemkleel voor de winnaars van vandaag. Ernie, gefeliciteerd en blij denk ik in eigen midden deze zege. Ja, dat is echt. Ik voel me wel de sterkste, maar op dit parcours was het heel moeilijk om alleen weg te geraken. En, ik ben enorm blij dat ik er op het laatste toch nog kunnen wegrijden. Hè. En blijkbaar van in het begin van de wedstrijd al wat die doorstroom al in ontsnapping. En hij werd nog een ontsnapping. Ja, dat was helemaal niet de bedoeling. Kijk, morgen is provinciaal kampioenschap tijdrijden. En ik wilde zo weinig mogelijk krachten verspillen. Dus ik heb nu wel mijn kans om morgen diep weggenomen. Maar voor deze zege ben ik toch blij dat ik diep gegaan ben. En het is toch een enorm mooie wedstrijd geweest. Maar met deze sterkte kan er morgen geen probleem zijn. En dan? Twee klinken filmen? Zet het later op jou aan staan? Ja, het is gewoon enorm spijtig dat het parcours enorm vlak is. Dus, het is bij ons in het kampioenschap dus, in Maas worden binnen 2 weken. Maar, veel supporters zijn het worden. Ja, maar ik denk dat het echt wel heel moeilijk zal zijn. Je moet een beetje realistisch blijven. Iedereen is even nu op dit moment. En om alleen weg te komen is enorm moeilijk. En ik kan niet spelen, dus het zal enorm moeilijk zijn. Het was eerst stoppen vorig seizoen en nu terug beginnen. En eigenlijk toch al een goede conditie om te lukken. Ja, maar ik heb al... Zijn de verwachtingen nog tenminste? Ja, maar ik heb al sterkst gezien dit jaar. Dit jaar is een enorm moeilijk jaar. Ik heb helemaal geen basisconditie van deze winter. Ik heb 3 maanden niets gedaan en ik ben terug begonnen. En ik was enorm goed in het begin van het jaar met 6e plaats in de Milan San Remo en de Waalse Pijl. Maar dan heb ik een enorme terugval gekregen. En blijkbaar is het waar dat je in de winter je seizoen maakt. En dan heb ik nu besloten om thuis te blijven van de Ronde van Italië die dan nu bezig is. En ik denk dat dat een wijze beslissing is met over de rest van het seizoen nog. En wat staat er nog op het programma? Normaal gezien binnen 2 weken rijd ik een ritwedstrijd onder van Turingen. Om terug een beetje internationale wedstrijden te kunnen rijden. En dan in september zijn er ook nog wereldbekerkoersen waar ik mijn achtste plaats verdedig. En dan een ronde van Nederland en een ronde van Zwitserland en het WK. Dus het is nog een enorm drukke programma. Inderdaad, dat is nog een serieuze mogelijkheid. Gisteren maar een applaus. Eindelijk van de 5e beginnaar is van vandaag.